Het zwemvest. De nieuwste raasje voor honden of misschien wel noodzakelijk? Nadat Whoopi, een Engelse bulldog, een paar keer kopje onder was gegaan, kwam de schoondochter van Moos en Jeannette de Vlieger 2 weken geleden op het idee om een zwemvest te kopen voor de veiligheid van hun hond. Maar Whoopi is vooral een niet-zwemmer die zwemt. Want eigenlijk houden deze honden helemaal niet van water. Ja, eigenlijk wel. Ik ben ook verbaasd dat het zo'n watergat is, want het was helemaal niet... Die honden zijn niet zo van water, dus, maar deze wel. Deze is helemaal van water. Dus, en dat was niet, daar hadden we niet op gerekend. Zodoende. Nou, de fokker had al gezegd van pas op, want ze kunnen niet zwemmen. Dus we waren er al een beetje op voorbereid. Maar later dacht ik van ja, als ik het had geweten, het is toch eigenlijk wel een beetje eng. Vooral omdat je hier zoveel water hebt. Maar ja, nu is het opgelost met Twistje. Hè? Vanaf nu kan Whoopi veilig met haar bal te water in de plas bij de camping De Scherpenhof in Terwolde. Of een lekker stukje zwemmen in de IJssel.